Morning, morning, morning. 9:58 en we gaan weer live. Ik ga even Instagram natuurlijk aanzetten. Even zien. Even kijken. Live. Yes. Verbinding controleren. Goedemorgen. We zijn live op Instagram. En we gaan het vandaag hebben, jongens, over... Ben jij wel je CEO van je eigen bedrijf? Daar ben ik heel benieuwd naar. Neem jij leiderschap? En iedereen zal rustig komen binnendruppelen. De vaste fans en misschien ook nieuwe fans. Dat zullen we zo zien. Ik heb hier weer een heel verhaal voorbereid. En we gaan zo meteen keihard werken natuurlijk aan ons leiderschap kwaliteiten. Maar daar heb ik een aantal vragen voor je. En dan gaan we kijken of jij echt leiderschap neemt in je eigen bedrijf. Want daar gaat het om. Hoe ga jij om met je eigen bedrijf? Nou, ik ben live direct op Facebook. Ik ben direct live op Instagram. Ze zijn dus een beetje los van elkaar. Dus ik heb af en toe in verschillende camera's te kijken. En als je in verschillende camera's kijkt... kijk je niet altijd recht in de camera. Dus vandaar dat ik niet helemaal elke keer naar jou kijk. Wil je dat ik... nou goed, kijk anders eventjes op andere plekjes. Hey, Ninette komt binnen wandelen. Super dat je er bent. Leuk dat je er bent. We gaan het vandaag hebben, Ninette, over ben jij wel de CEO van je eigen bedrijf? En we gaan ook praten over sales en we gaan praten over winst. Want daar gaat het uiteindelijk om als je een eigen bedrijf gaat leiden. Goedemorgen Ben, leuk dat je meedoet. Leuk dat je eventjes inkomt. Je bent de afgelopen weken nog niet hier geweest volgens mij. Ik geef elke dag, elke werkdag van 10 tot 11 geef ik een live sessie business tips aan business owners. Zodat zij aan de slag kunnen met die tips in hun bedrijf. En jij ook de crisis overleed. Nog even voor jou die nu net gaat kijken. Ik heb zelf een aantal crisissen overleefd. 2000 was een hele grote crisis. Toen was er de dotcom crisis. Daar heb ik zelf niet zo heel veel van gemerkt. Omdat ik toen nog net begonnen was met mijn bedrijf. En dat toen niet zo heel veel impact had. In 2008 bijvoorbeeld met de financiële crisis. Toen was ik niet heel blij. Toen had ik 20 mensen in dienst en uiteindelijk hadden we 50% minder klanten binnen een dag. Dat was heel heftig en toen moesten we ook heel erg schakelen. Goedemorgen Frauke, leuk dat je er bent. En omdat we heel erg moesten schakelen, word je echt inderdaad CEO van je eigen bedrijf. Want uiteindelijk ga je daarmee echt beslissingen maken en ben je heel standvastig. Dus CEO van je eigen bedrijf. Ga jij daarmee aan de slag? En zeker in zeg maar tijd van crisis is het belangrijk dat je natuurlijk besluiten gaat nemen en heel erg daadkrachtig zeg maar even met die organisatie aan de slag gaat. Nou, ik heb natuurlijk weer van alles voorbereid. Ik heb van alles weer wat ik met je wil bespreken. En ik ben heel benieuwd. Even Ben, Abe, Marjolein, Frauke, Ninette, geef even antwoord. Als jij denkt, ben je CEO van je eigen bedrijf, toon jij leiderschap. Wat heb jij afgelopen 3 weken gedaan om daadwerkelijk keuzes te maken voor je bedrijf? Laat even weten, geef even antwoord en doe actief mee, want dan krijg je pas feedback en dan kan ik ook met jouw situatie aan de slag. Nou, wat ik al vertelde, ik heb zeg maar in 2008 heel heftig besluiten moeten nemen. Absoluut, zegt Frauke. Laat even weten welke besluiten je hebt genomen afgelopen 3 weken. En toen ik zeg maar even in 2008 50% minder opdrachten kreeg, ben ik daadwerkelijk gaan kijken naar bijvoorbeeld mijn kosten. Alleen mijn huurkosten waren per maand al 8000 euro. Om het hele, zeg maar even, de huur te betalen voor een hele vloer, wou ik zeggen. Floor, wou ik zeggen in het Engels. Maar goed, je weet wat ik bedoel. Uiteindelijk hadden we ook nog een pand in Amsterdam. Uiteindelijk hebben we toen besloten om iedereen dus remote te gaan laten werken. Dus in de eerste week heb ik het gehad over remote werken. Ik werk zelf dus al remote sinds 2008.
omdat ik toen in die tijd al hele heftige besluiten heb moeten nemen. En dat heeft me geen windeieren gelegd. Want uiteindelijk ja, betekent dat dus dat je ontzettend goed, zonder al te veel kosten, je business kan doen. En dan komt hier de financieel directeur even voorbij lopen. Die moet even wat dingen doen hier. Normaal gesproken zit ik hier alleen, dus dat lijkt me een klein beetje af. Dus even kijken, pak jij dus de rol van directeur in je bedrijf? Nou, Abe, Ben, Monique, Marjolein, Frauke, Ninette, laat even weten. Wat doe je dan als jij de rol van directeur pakt? Wat doe je dan allemaal? Frauke zegt, ik ben mijn e-maillijst eindelijk gaan gebruiken. Top. Onderhoud regelmatig mijn contact met mijn klanten. Zet mijn aanbod om naar online diensten. Helemaal goed. Dat is een eerste stap. En welke stappen zou je nog meer kunnen nemen, Frauke? Dus als we daarnaar gaan kijken. Want pak jij die rol van leider? Pak jij die rol, zeg maar even, als dat je strategisch ook vooruitkijkt? Frauke zegt, vindbaarheid in Google bijgewerkt met succes. Super tof, hele goeie. Frauke, heb je ook gekeken bijvoorbeeld naar analytics? Kijk ook natuurlijk hoe en wie er op je website komt en wanneer ze er weer afbouncen en waar ze van afbouncen. En kijk ook of je tekst bijvoorbeeld SEO-proof is. Als de tekst van je website niet SEO-proof is, als je niet naar je analytics gaat kijken aan de achterkant, dan kan je, dat is eigenlijk net een emmer vol met water, dan komt een klant eigenlijk op je website en uiteindelijk vloeit die gewoon weer weg. En we willen dat een klant zo lang mogelijk uiteindelijk op jouw website blijft en kennis met je maakt. Frauke zegt, ik ga aankomende weken lichaamsgerichte tools uittesten voor online gebruik en dat voor het eerst op de kaart zetten. Super cool. Nou, ik weet dat Frauke in ieder geval bij mij een online training heeft gekocht om video in te zetten, videostrategie voor haar bedrijf in te zetten, Pinterest ook meer in te zetten, want dat doen te weinig mensen, zeg maar eventjes, op hun ding. Ik zie uiteindelijk niet de reactie van Corine. Ik weet niet waarom ik dat zie, maar Corine, ik zie jou niet. Ik zie namelijk wel dat je in mijn telefoon binnenkomt, maar ik kan je niet zien, zeg maar eventjes, op mijn laptop. Dus ik kan daar even nu geen antwoord op geven. Dus uiteindelijk, hoe pak jij de regie over je bedrijf? Hoe pak je dat nou aan? Hoe ga je daarmee aan de slag? En maak je dan daadwerkelijk wel die daadkrachtige besluiten? Het is nu de tijd om te kijken uiteindelijk, waar liggen bijvoorbeeld de kosten? Wat is, zeg maar, ja-ja? En wat is nou ja-ja? Nou, ik heb verschillende trainingen gehad van grote coaches uit Amerika. Nou, een van mijn fans, dat weet iedereen, dat is Tony Robbins. Ik ben een mega Tony Robbins fan. En uiteindelijk heb ik daar heel veel geleerd over mindset. Maar toen ik de Business Mastery van hem deed, toen hadden we een coaching sessie van Keith Harrington. En op dit moment volg ik Keith Harrington ook ontzettend. En ik wil weten hoe hij ook met de crisis omgaat. En hij begon eigenlijk zijn video die hij aan ons had gestuurd met een joke. En zo zit het eigenlijk het leven ook wel in elkaar. Er zaten 5 vogels op een rij, op een elektriciteitsdraad. 1 vogel werd doodgeschoten. Hoeveel vogels blijven er over? Nou, je denkt 4. Maar het is uiteindelijk 0. Want wat gebeurde met de andere vogels? Die vlogen weg. Nou, dat is precies de situatie waar we natuurlijk nu in zitten. We zitten in de situatie dat er angst is, klanten, de een valt dood, de ander valt om en de rest vliegt weg. En dat komt omdat iedereen nu in een soort angstsituatie zit. Jij hebt op dit moment dus leiderschap te nemen over je bedrijf. En te kijken waar je ja-ja hebt zitten. En ja-ja zitten, dat betekent dus waar geef jij geld uit, wat eigenlijk privégeld is. En uiteindelijk zet je dat op de zaak. Dus ik ga eventjes heel zwart-wit zijn. Wanneer ga jij een drankje drinken en zet je dat op de zaak? Wanneer ga jij lunchen en zet je dat op de zaak? Wanneer ga jij eigenlijk misschien wel representatieve kleding kopen en zet je dat op de zaak? Wanneer heb je een te groot pand en zou je het eigenlijk in een kleiner pand moeten zitten?
Ga met een kam eigenlijk door al je kosten heen. Wat is nodig? Hè, waarin heb je te investeren? Namelijk om door te gaan met je bedrijf. En waar heb je bijvoorbeeld juist afscheid te nemen om dat bedrijf draaiend te houden voor de aankomende tijd? Nou, als ik kijk naar namelijk in 2008 dat ik de financiële crisis had. Toen ben ik letterlijk, zeg maar even met mijn bankafschrift gaan kijken, zeg maar even waar de kosten zaten. Een van die allergrootste kosten was iets van 6.000, 7.000, 8.000 euro aan huur aan een pand in Leiden. Nou, dat was gewoon niet op te brengen, omdat we ook nog een pand hadden in Amsterdam. En dat is een heel groot bedrag. En ik kon daar uiteindelijk 2 mensen voor in dienst houden. Dus uiteindelijk hebben wij bijvoorbeeld dat pand opgezet en gezegd en zijn we remote gaan werken. En dat heeft ons geen windeieren gelegd. Uiteindelijk ben ik ook met een aantal mensen gestopt. Hun contracten zeg maar even liepen af. En kon ik dat niet verlengen, want uiteindelijk bedoel kan ik niet, zeg maar even als er geen omzet meer is, mijn personeel betalen. Dus dat besluit genomen was ook een heel heftig besluit, want dat doe je niet graag. Mensen krijgen uiteindelijk, hun salaris, moeten de WW in. Nou, dat is allemaal heel verschrikkelijk voor dat soort families. En mensen krijgen daar een klap van. Dus dat is sowieso niet een thing om proud on op te zijn. Dus en ga kijken waar jij nu heel erg daadwerkelijk krachtig moet nemen en wat ontzettend veel kosten kan verminderen. Want daar gaat het om. Dus dat is op dit moment, we zitten in een overlevingsfase. Zou jij 0 overhouden aan het eind van het jaar? Strategisch gezien hou je 0 over met alle kosten eraf. Je hebt geen winst. Dan mag je eigenlijk dit jaar gewoon heel blij zijn. En dan zou dat nog bijzonder zijn. Of je moet bijvoorbeeld wel een bedrijf zijn natuurlijk in toiletpapier. Dan doe je het natuurlijk op dit moment super goed. Want dan loopt het je voor de wind. Kijk naar een Albert Heijn, Jumbo of Super of welke supermarkt dan ook. Die lopen natuurlijk op dit moment super goed. Want dat zijn de overlevings, zeg maar even, bedrijven. Ja, en die gaan natuurlijk gewoon door. Maar als we kijken natuurlijk naar restaurants. Ja, die hebben natuurlijk mega te snijden in hun, kosten om uiteindelijk dit jaar te overleven. Nou, ik kan op een of andere manier niet antwoorden, jongens, op Facebook. Dus ik kan daar geen vragen zien. Stel je mij vragen, ik kan ze nu niet zien. Ik heb geen idee waarom dat is. Ik kan alleen maar praten. Ik kan wel vragen beantwoorden op Instagram. Dus als je naar Instagram gaat, naar Master Your Business Moves, dan kan je daar ook inloggen en dan kan je wel vragen aan me stellen. Dus ik heb geen idee hoe dat komt, maar het is zo. Het is spannend, maar waar? Even kijken. Ik durf er ook verder even niet op te drukken, want anders zijn jullie misschien dadelijk pleiten. Ik ga het doen, want ik ben toch wel een beetje... Nee, dit is toch het niet. Dus ik moet jullie even vergeven dat ik jullie antwoorden niet kan beantwoorden. Dus pak jij je rol als business owner, pak jij je rol als CEO. Ga kijken naar de kosten, ga kijken waar jij zeg maar eventjes heel duidelijk kosten kan snijden. Maar wees ook niet te bang om natuurlijk te investeren, want als je niet gaat investeren, uiteindelijk moet je ook bedenken dat jouw klant ook dan niet meer in jou gaat investeren. Want uiteindelijk heb jij nu een stap vooruit te maken en niet een stap achteruit. Ja? Dus als we kijken naar jouw rol als business owner, kijk nou eens, wat is nou jouw grootste waarde in jouw bedrijf? Ben jij dat zelf? Is dat iemand die je in dienst hebt? Is dat een bepaald product? Is dat een bepaalde licentie? Ga daar eens naar kijken. Ben jij dat zelf? Wat heel veel kijkers weet ik hier zijn. Want ik zie dat Ria binnen is, Peter binnen is, Abe binnen is, Carla binnen is en Corine, Sidika. En ik zie hier ook veel eenmanszaken. Ben jij dat zelf? Dan is het superbelangrijk dat je daarover na gaat denken hoe jouw productenlijn in elkaar zit. En dat dat voor een gedeelte dus ook online zou moeten gebeuren, zodat mensen nu een do-it-yourself pakket van je kan aankopen. Want nu ben jij normaal gesproken je duurste product. Jij bent namelijk je 1-op-1 product, als we kijken naar de productpyramide. En als je geen productpyramide hebt,
is het superbelangrijk dat je de productpyramide goed gaat opzetten. Ga kijken wat is je high-end product en hoe zou je daar een goedkoper product van kunnen maken en uiteindelijk een online product van kunnen maken, zodat je het do-it-yourself product kan ontwikkelen. Als we daarnaar kijken, hè, kan je die waarde dus ook ergens anders inzetten. Want één op één zal waarschijnlijk op dit moment helemaal niet zoveel opleveren, omdat we niet bij elkaar mogen zijn. En we moeten die anderhalve meter afstand houden. Het is dus nu de tijd om je bedrijf echt online op te zetten. Daar hebben we het afgelopen weken al over gehad. En ja, het is belangrijk dat je gaat nadenken over wat dat kan zijn. Dat het echt een product is dat je bijvoorbeeld, ik zie ook dat Peter en Corine kijken, Ria, jullie kunnen makkelijk een videoserie maken over de technieken die jullie hanteren voor jullie product. En ik zie ook bijvoorbeeld dat Jennifer kijkt, ik zie dat Ninette kijkt en ik zie dat ook Frauke kijkt. Jullie kunnen video's maken over hoe mensen zelf die technieken zouden kunnen toepassen in hun bedrijf. Ninette doet fotografie, dus daar zou een videoserie Do-It-Yourself fotografie kunnen komen. En mensen komen voor jou, dus meerdere mensen zullen die online training aanbieden, want iedereen gaat nu online. Maar het gaat uiteindelijk iets wat jij hebt, waar jij toegevoegde waarde voor hebt. Het gaat erom dat jij een bepaalde trigger hebt. Je hebt iets unieks en daar komen klanten voor bij jou. En daarom willen ze ook jouw tips hebben, omdat ze jouw handschrift mooi vinden of jouw techniek mooi vinden of jou dat gunnen. Ja, dat is zeg maar even waar je mag kijken. Wat is de grootste waarde van het bedrijf? Waarom komen mensen voor bij jou op 1-1-1? Kom er niet meer uit. En als dat zeg maar even, als je daar achter bent, dan kan je die waarde kan je ook verwerken in je online product. En dat maakt dat zij jouw tips kan gaan kopen. En of video-wise, bij wijze van spreken, het do-it-yourself pakket. In plaats van dat het bij een ander is. En daar hebben we dan weer als business owner, als CEO van het bedrijf over na te denken. Want je moet weten wat je waarden zijn. Als je niet weet wat jouw waarden zijn, dan kan je dat niet vertalen in je bedrijf. En dat is wat de klant natuurlijk wil weten en ook wil horen in storytelling. Wat jou nou zo uniek maakt. Jij bent bij mij hier waarschijnlijk ook om te kijken dat ik een bepaald verhaal heb en ik op een bepaalde manier heb overleefd in de vorige recessies. Daar word je door getriggerd. Je wordt misschien getriggerd door mijn energie. Je wordt misschien getriggerd door mijn verhaal. Ik weet niet precies, voor iedereen is dat anders. Maar dat is precies de aantrekkingskracht die ik nu voor jou ben. Ga dat uitzoeken voor jezelf. Waarom jij dat ook bij jouw klanten bent. Daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Dus dat maakt jou uniek. Want ik weet dat bijvoorbeeld Corine iets met olie gaat doen. Ze gaat iets met shiatsu doen. Corine loopt bij mij 1-op-1. Nou, wij hebben nog wel een 1-op-1 gesprek, maar dat doen we met Zoom aankomende maandag. Corine, hè, om 1 uur. Nou, dat is super tof. Toch zit Corine ook elke dag hier in het online, zeg maar even gebeuren, om geprikkeld te worden. En toch heeft ze ook nog vragen. Toch wordt ze geprikkeld omdat ik haar een schop onder de kont geef. En ik dat doe op een goede en liefdevolle manier. En soms ben ik echt wel boos en ben ik echt heel scherp. En ga ik verder dan dat jij zelf zou bedenken. En dat is nou precies waar je zeg maar eventjes ook, wat je nodig hebt op dit moment. Dit is waarom ik 3 weken lang al nu deze Facebook Live en deze Insta Live geef. Om jou een schrap onder de kont te geven. Om uiteindelijk uit je comfortzone te komen. Ja? En ik kreeg een bericht bijvoorbeeld van Peter, moest ik erg om lachen. Die zei, ja, je bent net een wervelwind. Ja, natuurlijk. Ik heb hier ook een rol aan te nemen, natuurlijk. Op dit net. Als ik hier heel flauw ga zitten zijn en met schoudertjes naar beneden, dan krijg jij niet de energie die je op dit moment zoekt en waarom je blijft hangen een uur lang om naar me te kijken. Want het is best heel lang dat ik een uur lang jouw tijd mag gebruiken om jou te inspireren. Dus dat is
Denk daarover na. Wat is dus jouw expertise? Wat is jouw unique selling point? Wat is jouw waarde in jouw bedrijf? Waarom klanten bij jou komen? Nou, als je product al heel erg bijzonder is, is dat super vet. Hé, hey, dank je Peter. De witte tornado, zegt hij. Geweldig. Als, het dus, als jouw product al bijzonder is. Ik weet dat bij Peter inderdaad zijn product super bijzonder is. Dus dan heb je helemaal toegevoegde waarde aan die klant te brengen. En dat is zo waanzinnig gaaf. Dus als je nu kan doorpakken en je hebt uiteindelijk een 1-op-1 product. En je kan dat vertalen in een zeg maar online product, een videoproduct of een les of wat dan ook. Dat is wanneer in slechte tijden je een goedkopere variant dus kan creëren. En jouw klant uiteindelijk toch jouw product wil kopen. En jij er niet bij wil zijn en, of hoeft te zijn. Hè? Dus dat betekent dat je je kennis, je kunde, alles wat je doet 1-op-1 in een video kan verkopen. Of in een serie kan verkopen, of in een werkboek kan verkopen, of in een boek kan verkopen. Dat maakt me even niet uit, we hebben het niet over het product op zich. En toch geld kan verdienen. He, want uiteindelijk is dat dus ook een strategisch besluit. We hadden het hier over, ben jij de CEO van jouw business? Nou ja, als je dat besluit gaat nemen en je gaat er echt mee aan de slag, dan is dat een daadwerkelijk strategisch besluit. En je besluit dus daarmee ja, om anders je business in te delen. En dat het dus minder afhankelijk gaat worden van jou. Dat is een heel strategisch besluit. Dus ik wil je daar echt op stimuleren. Nog even 4 april, zaterdag, 10 uur, geef ik samen met Mrs. E-commerce en Daisy allerlei social media tips 2020 en marketing tips 2020 om je bedrijf nu klaar te krijgen voor de toekomst. En we hebben die tips opgedaan in San Diego begin maart. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. De link komt dadelijk hier, zeg maar even de linktree te staan. En hier komt die gewoon onder de video te staan, jongens. Dus als je nog niet hebt gekeken, geef jezelf van daarvoor op. Oké, andere vraag. Want we hebben het over, ben jij de CEO van je business? Maak je die strategische besluiten? Ga je nu zeg maar naar die kosten kijken? Ga je nu ook kijken naar je producten of die wel kloppen en of die wel, of daar wel een do-it-yourself module van in zit? Ja? Dus waar laat jij je bedrijf in de steek? Wat zou dus beter kunnen? Waar ligt daar nog kansen? Heb je daar wel eens naar gekeken? Ik vind dat er ontzettend veel eenmanszaken niet heel sterk zijn om jaarlijks een SWOT-analyse te doen. Ik deed zeg maar even in mijn bedrijf, voor Fashion Solution toen, elk jaar een SWOT-analyse. Wat is heel sterk? Wat is zeg maar even een uitdaging? Waar liggen mijn kansen en waar heb ik het echt te winnen? Als je een SWOT-analyse gaat maken, dan weet je echt waar je aan kan werken. Nou, die SWOT-analyse kan je maken voor jezelf als mens zijnde. Want zo kan je zelf je persoonlijke ontwikkeling doen. Maar die SWOT-analyse maak je zeker 1 keer per jaar voor je bedrijf. Ja? En die kan je uiteindelijk meenemen in zeg maar even je strategie en planning. Want dan kan je dat ook uitwerken in je strategie en planning. Ja? Dus als je weet waar je kansen liggen, dan is daar zeg maar het moment om dat mee te nemen, daar actiepunten van te maken, dat je die dingen ook daadwerkelijk gaat implementeren in je bedrijf. En ik heb hier nog een vraag opgeschreven. Hè. In hoeverre, hoeveel procent ben je eigenlijk echt de CEO, de leider? En in hoeverre ben jij een uitvoerder? In hoeverre zit je mijn En in hoeverre ben jij een uitvoerder? Kijk even of de energie erin zit. In hoeverre ben jij een uitvoerder in je bedrijf? Als je echt CEO van je bedrijf bent, dan ga je ook namelijk leren delegeren. Je gaat niet alles meer zelf doen. We hadden daar ook gisteren het gesprek over met Peter, hadden we op de mail. Als je een bedrijf laat groeien, dan is het niet de bedoeling dat jij overal zelf bij betrokken bent. Het is de bedoeling dat je dingen leert uit handen te geven, te delegeren. Zorg dat iemand anders dat voor je gaat doen, maar wees wel wijs dat dat een toegevoegde waarde zou moeten hebben op je bedrijfsvoering, op je natuurlijk strategische besluiten.
En we hebben natuurlijk gisteren te horen gekregen dat we minimaal nog 3-4 weken niet naar buiten gaan. Ik denk dat het eerder gaat ophouden. Want jongens, dit is schadelijk voor de economie. En ik vind het zo erg voor alle mensen die overlijden. Maar vorig jaar was er ook een griep en er gingen 10.000 mensen dood. En er zijn nu volgens mij 1.000 mensen dood. Dat is heel erg voor die mensen. Maar de economische schade die nu aangebracht wordt aan de economie is echt vele malen groter. Dus daar gaan ze echt wel naar kijken of dit vol te houden. Ik ben daar niet de expert in natuurlijk. Maar ik denk wel dat dat een onderdeel is. Hè. Ze gaan natuurlijk nu verder vooruitkijken. In die tijd dat jij nog zeg maar even binnen zit, niet veel naar buiten gaat, geen sociale contacten hebt. Ja, die tijd kan je nu gebruiken om natuurlijk dat leiderschap te tonen in je bedrijf en daar strategisch mee bezig te gaan. Wil je daar ondersteuning bij hebben? Nou, dan mag je mij natuurlijk mailen, Francina@masteryourbusinessmoves.nl. Maar op mijn website heb ik nu alle online trainingen voor iedereen €97 gemaakt. Er staat ook een strategie en planning, die is normaal €300. Dus als je echt aan je strategie en planning op dit moment wil gaan werken, zou ik zeggen, schaf dat ding aan, want anders is het zonde. Dus doe dat. Nu in coronatijd zijn al mijn online trainingen echt veel goedkoper. Pak dat aan. Dus, want dan kan je ook gaan kijken, als je strategisch bekijkt, waar ben jij dan die leider en waar kan jij delegeren? Delegeren is super belangrijk om daarmee aan de slag te gaan, zodat jij meer tijd krijgt. En dat vind ik eigenlijk heel gaaf aan de tijd die er nu is. Ik vind het eigenlijk stiekem heel lekker dat ik thuis werk, dat ik niet naar buiten kan. Want het geeft me ontzettende focustijd in wat ik wil. En wat ik uiteindelijk met het bedrijf wil. Daar maken we besluiten over, DC en ik. Maar we hebben ook ontzettend veel klanten waar we keihard voor werken. Maar omdat we nu zo mega gefocust zijn, omdat we niet naar buiten kunnen, zijn we ook heel snel met die klanten. En dat is, we waren al snel. Hè, Peter, ik was al de witte tornado. DC heeft trouwens ook blond haar, dus die is ook een witte tornado. Maar nu ben je nog gefocuster op de doelen die je moet bereiken en de acties die je moet bereiken. Dus. En het gaat er dus om dat je kijkt dat je minder in de uitvoering gaat zitten en dat jij ook je tijd meer me-time kan gaan krijgen, zodat je ontspannen en stressloos blijft, ook in de toekomst. Zodat je uiteindelijk in je creatie blijft. Want als je overstrest raakt, ben je niet meer in creatie. En als je niet in creatie bent, dan gaat zeg maar eventjes, dan loop je vast. Hè. Dat is hetzelfde waarom ik die bore-out kreeg. Dan werkt het gewoon niet. Het is super belangrijk voor jou om dus in creatie te blijven. Genoeg me-time te plannen. Genoeg ontspanning te plannen. En dat is waarom jij de CEO van jouw business zou moeten zijn. Om daar letterlijk naar te kijken. Heb ik wel genoeg tijd? Want we zien natuurlijk nu ook met het hele thuiswerken dat je natuurlijk ontzettend veel tijd aan je bedrijf gaat besteden. Ik werd gisteren letterlijk van mijn computer afgehaald door mijn man. En die zei, we gaan nu lopen. We gaan nu zeg maar eventjes wandelen, want jij hebt dat nodig. Je zit te veel en te lang te werken. En dat is natuurlijk wat er nu ontzettend gebeurt. Ik zei, ik ben mega gefocust. Maar we zien dus ook dat je eigenlijk misschien wel te veel werkt. En het is belangrijk om me-time te plannen. Wie op dit moment, laat me even weten, wie plant er op dit moment actief me-time, zeg maar even, met zijn bedrijf, nu we toch eigenlijk nog gewoon thuis moeten werken. En we een beetje vastzitten. Dus wie plant er me-time? Ik ben heel benieuwd, laat me dat even weten. Geef even een reactie. Ik zie toch dat er dus getikt kan worden in Facebook. Dus Corine, geef even een reactie. Frauke, geef een reactie. Die geeft een duimpje. Maar plan jij ook echt letterlijk me-time om creatief te zijn? Jennifer zegt herkenbaar, ben onwijs moe, dus moet me nu weer me-time inplannen. Peter zegt ad hoc. Nou Peter, ga dat echt letterlijk inplannen en niet ad hoc, want je hebt die creatietijd nodig. Gisteren zei je ook, ik voel me opgejaagd. Niet nodig. Het is belangrijk om echt die tijd te claimen en letterlijk in je werkagenda te zetten. Jennifer, weet ik.
Jennifer is echt een held, jongens. Jennifer heeft bij mij zit in de gold en 1-op-1. En ik weet dat zij mega veel video's heeft gemaakt. Daar heeft ze aan lopen editen tot midden in de nacht. En dat heeft haar dus ontzettend veel tijd gekost. Later als, dan gaat dat je tol eisen. Dus Jennifer, geef jezelf vandaag vrij. En zorg ervoor dat je wat leuke dingen gaat doen. En Vrouwke zegt, ja zeker, ik plan me-time in. En Tanja zegt ook, voor mij is me-time werktime, omdat ik verder de kids heb. Ja, en Tanja, daar hebben we het ook nog over gehad. Volgens mij mag jij best dan in het weekend meer me-time creëren. Zelf even naar buiten gaan. Zelf je moment nemen. Zelf een meditatie doen. Zelf een boek lezen, zodat niemand je dan gaat storen. Maar ook niet werken. Want werken is zeg maar even een therapeutische bezigheid, vind ik zelf altijd. Omdat het heel fijn is, omdat je iets kan doen. Ik word er ook heel erg creatief van. Maar het is ook heel goed om even met die mindset bezig te gaan. Want hoe meer we in creatie komen, hoe creatiever je uiteindelijk ook jij, Tanja, met jouw printdesign aan de slag kan gaan. En even om jullie allemaal even verder te prikkelen, laat even hier achteronder wat jouw website is of wat je doet. Maar laat je website achter, zodat mensen die ook in de herhaling kijken naar jouw website kunnen gaan. Want we zitten hier om elkaar te helpen. Dus laat even weten, Vrouwke, Tanja, Jennifer, Ninette, Peter, Tineke, Pekkie, Kees. Laat je website achter. En als je geen website hebt, laat even je Facebookpagina, bedrijfspagina achter. Want dan kunnen we bij elkaar gaan kijken. Dan kunnen we daar gebruik van maken. En zo krijgen we ook meer zichtbaarheid. Want dat is ook natuurlijk een ding. Ik heb vorige week namelijk gevraagd aan jullie, wat is je weggever? En je mag hem op mijn website zetten. Mensen komen niet met de weggever, want ze hebben hem niet klaar. En ik zie Vrouwke al schrijven, vrouwkeloopik.nl. Misschien Vrouwke, schrijf even voor de ander wat je doet. Tanja, tanjavanwijk.com, schrijf even op jongens, wat doe je dan? Want dan kunnen mensen dat ook zien en dan kunnen ze daar ook gericht naar kijken. Peter, laat even weten wat je doet. Kijk, fermenteren. Peter jongens is echt super cool. Ik heb boeken van hem, of een boek van hem moet ik zeggen. Hij fermenteert eten. Super goed voor het immuunsysteem op dit moment. Jennifer zegt, ik ben normaliter kinderen met een speciaal emotionele ontwikkeling en mindset door middel van dans, de dansformule. Oftewel, Jennifer doet dansen met kinderen om ze in creatie te krijgen. Ninette zet fotografie. Ninette zegt, geef even je website ook op. En Aardjan, Pekkie, de rest, geef ook even je website op. Want dit is het moment dus van leiderschap. Laat zien wie je bent en neem je leiderschap. Zorg ervoor dat jij de CEO van je bedrijf bent. Vrouwke zegt, Rotterdamse lifecoach, die harde werkerscoach naar meer rust, ontspanning, energie en plezier. Nou, dan heb jij zeker inderdaad, weet jij hoe belangrijk het is om me-time in te plannen, Vrouwke. Even kijken. We hadden het over hoeveel van de tijd ben jij dus uiteindelijk. Hey Corine, ze schrijft wat. Just in the touch praktijk voor natuurgeneeswijze. Oké, en die kan je vinden op Facebook. Schrijf dat daar even bij Corine, want anders weet niemand jou te vinden. Want anders gaan ze dat zoeken op internet. En Corine heeft nog geen site, die komt er wel aan. Maar ze is al vindbaar en je kan al met haar contacten ook op Facebook. Goed, als je kijkt zeg maar even naar het leiderschap nemen in jouw bedrijf, keuzes maken, kosten zeg maar even naar beneden zetten, keuzes strategisch maken, online inzetten, je pakket anders neerzetten, mindset-wise goed bezig zijn, me-time inplannen, hè? Klopt die verhouding? Ga kijken of dat klopt en of daar dus niet meer me-time in zou moeten komen. Dat je veel relaxer blijft en veel minder gestrest. Want stressen, zeg maar even, is uiteindelijk juist niet de goede manier van een bedrijf leiden. Ook weer, ik heb het zelf meegemaakt, door ontzettend veel stress, te veel op me te nemen in 2008 met die crisis, ja, ging ik er gewoon aan onderdoor. En dan ga je namelijk mat worden en dan kom je niet meer in energie. En ga je irriteren aan dingen. En als je niet jezelf zeg maar even voorrang geeft, dus zelf grenzen gaat geven, dan ga je daar aan onderdoor. En dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ja? Dus
toen ik dat team had, zeg maar even met die 20 mensen, was ik zo druk bezig om uiteindelijk die mensen, zeg maar, blij te houden, dat ik mezelf daarmee niet belangrijk vond. En dat heeft me echt wel heel veel gedaan. Ik heb daar ook echt pijn van gehad. Ik heb daar de tol voor betaald. Ik ben niet dat ik niet uit de running ben geweest. Maar uiteindelijk heb ik daar natuurlijk ontzettend last van gehad. Omdat ik zelf niet gemotiveerd was meer om dat bedrijf te draaien. Hi Mercedes, leuk dat je meekijkt. Super belangrijk is dus dat jij in die energie blijft. Dat is ook super belangrijk voor jou als CEO van jouw bedrijf. Gisteren heb ik heel erg verteld hoe je dat doet, ook met dat energie behouden. Dus daar ga ik vandaag niet even verder op in. Dus wil je daarnaar kijken, kijk je naar de live van gisteren. Het gaat me er wel even om, als je niet de rol van leiderschap pakt, is de vraag natuurlijk ook, waarom niet? Hebben we het ook gisteren over gehad, hè? Dus daar ligt dan een angst onder. Bij mij was dat namelijk ook in 2008. Ik was dus heel bang om, zeg maar even, die mensen teleur te stellen. En teleurstellen betekent natuurlijk uiteindelijk faalangst, waar we het gisteren ook over hadden. Je wil niemand teleurstellen. En uiteindelijk door negatief daarin te zitten, vertoon je negatief gedrag, krijg je negatief resultaat. En hier staat bij mij uiteindelijk, wanneer ben je dan de ontkenning aangegaan? Dus als je de ontkenning aangaat, dat je dus niet voor jezelf zorgt en niet die leiderschapsrol voor jezelf pakt, dan ligt daar wat aan ten grondslag. Net zoals waar we het eigenlijk gisteren over hadden met die doelen behalen. Als daar een angst ligt, dan, en die angst heb je meegenomen uit het verleden, reageer je dat af op verschillende situaties in het heden. Want het heeft je toen geholpen, maar het heeft op dit moment natuurlijk totaal geen nut meer om datzelfde gedrag te vertonen. Dus je hebt uit de comfortzone te komen. Juist nu is leiderschap nodig. En dat klinkt heel vaag, leiderschap, want wat is dat dan? Daarom heb ik al geschreven, ben jij de CEO van je eigen bedrijf? Ik vind leiderschap een heel erg, beetje containerbegrip. Uiteindelijk gaat het om, durf je een keuze te maken? En we gaan ook weer terug naar maandag, waar ik het heel erg had over. Ben je constant maar bezig om de pijn te vermijden, of durf je het geluk te verkiezen? Daar gaan al die basisbesluiten gaan daarvan uit. En dat is leiderschap kiezen, dat je dus daadwerkelijk kiest, zeg maar even, voor geluk. Voor energie, voor blijheid, dat het mag vloeien, dat het geld naar je toe mag komen, dat klanten naar je toe mogen komen, dat je keuzes durft te maken, dat je keuzes maakt vanuit vertrouwen. En ook al krijg je op dit moment geen klanten, dat jij, als jij in die bepaalde energie zit, dat toch gaat gebeuren. Maak keuzes vanuit vertrouwen. Zorg ervoor dat je het wel helder hebt waar je staat. Ja, dus ik had het namelijk over vraagstukken, pak jij dus je rol als directeur, als CEO. Ja, dus ga kijken, doe je dat? Neem jij die leiderschap? Wat is de grootste waarde die jij dus hebt en wat je aan die ander kan geven? Hoe kan je dat vertalen van één op één, bijvoorbeeld ook naar een online product, zodat je er niet altijd bij hoeft te zijn en jij dat kan op dit moment kan inzetten? Waar laat je op dit moment de steken vallen? Hoeveel procent ben je dus nu de uitvoerder? Leer ook een ander stuk te delegeren, zodat je meer me-time krijgt, meer rust krijgt, minder stress krijgt en uiteindelijk veel meer je bedrijf ook uiteindelijk in de toekomst laat groeien. Dat zal dit jaar niet zijn. Als we op nul uitkomen, dan mogen we echt blij zijn. Er is nu crisis, we hebben nu anders te handelen. En als er crisis is, ga kijken waar zou je ja-ja, oftewel je ja-ja betekende, dus uitgaven die niet gewend zijn in jouw bedrijf, nu moeten schrappen. Ja, dus ga daar allemaal naar kijken. Want ik wil het ook nog eventjes hebben over een stukje sales. Want als leider, CEO van je bedrijf heb je natuurlijk ook sales te doen. En daar valt heel veel mensen vallen daar door de mand. Sales even is een vies woord bij heel veel mensen. Want dan smeren ze iets aan.
Ik begrijp dan niet, als je sales een vies woord vindt, dat je dan een bedrijf bent begonnen. Sales is een onderdeel van je bedrijf. Sales is een onderdeel van ondernemer zijn. Sales is een containerbegrip, uiteindelijk alleen maar, en het containerbegrip kan je helemaal zeg maar even kleiner maken. En voor mij is sales heel simpel. Sales is een vraag stellen aan een klant. Sales is uiteindelijk verbinden. Sales is vragen, wat heeft de klant nodig? Dat is sales. En als de klant zegt, nee, ik doe het op dit moment zelf. Hey, even goede vrienden. Hij mag namelijk ook gewoon nee zeggen. Dus ik ben niet bang als ik een mail naar iemand eruit stuur. Ik heb van de week wat mails naar mensen uitgestuurd. Sommigen hebben mij niet beantwoord. En dat mag. Ik zit daar verder niet mee. En je mag namelijk ook gewoon nee mailen. Vind ik ook helemaal prima. Dat mag namelijk ook. Ik ben namelijk niet bang om afgewezen te worden. Hoort bij het spel. Ieder zijn eigen agenda. En sommige mensen komen terug met een andere vraag. Dit is niet wat ik nodig heb, maar ik zou wel dat en dat en dat willen van je. Maar als je niet een vraag stelt, als je dus niet open durft te stellen en dus zeg maar even ook die nee durft te ontvangen, dan krijg je namelijk ook niet die discussie op gang. Want het gaat niet zomaar. Mensen komen niet zomaar aan je deur kloppen. Want zo werkt het gewoon niet. Want die ander is vaak ook bang om jou weer zeg maar eventjes te storen. Ja, dus als jij met verkoop aan de slag gaat, dat betekent dus verbinden met je klant. Vragen stellen aan je klant. Kan ik je helpen? Kan ik je ergens mee ondersteunen? Nu niet? Goeie vrienden. Vraag volgende keer weer hoe het met je gaat. Want als jij echt integer geïnteresseerd bent, want daar gaat het om, dan wordt het een normaal proces. Maar jij maakt daar waarschijnlijk nu een heel raar proces van, omdat jij sales vervelend vindt. Dus als jij sales vervelend vindt, ik wil even weten van wie hier allemaal nu kijken. Vrouwke, Ninette, Jennifer, Tanja, wie vindt sales vervelend? En ik wil ook weten van Mercedes, Yvonne, Peter, Agana, Claudia en alle andere Corine, wie nu kijken. Wie vindt op dit moment verbindend vragen, hoe het met je klant gaat, vervelend. Tanja vindt het vervelend. Die durft dat al gewoon toe te geven. Geef even toe of je dat vervelend vindt of niet vervelend vindt. Ik ben heel benieuwd, want daar ligt natuurlijk ook een stukje leiderschap nemen in je bedrijf. Peter zegt nee, leuk. Oh, top. Wel leuk, had ik niet verwacht. Even Peter bij jou. Superleuk. Tanja zegt mega lastig. Oké, nou, we hebben in ieder geval twee antwoorden. Misschien komen er zo ook wat mensen weer terug. Maar ik denk dat het super fantastisch is dat je vragen gaat stellen waar je de ander zou kunnen helpen. Ninette zegt, ik vind sales vervelend. Is ook zo leerzaam om te horen en te zien hoe jij dat doet. Nou, als we nou gaan bedenken dat sales gewoon een activiteit is. Het is gewoon een containerbegrip in je bedrijf. Als we dat al accepteren, dan is daar al eentje genomen. Jennifer zegt, verschillend per doelgroep en klant. Met alle huidige leden top, nieuwe scholen moeilijker. Oké, dus dan gaat het om weer jezelf onder de aandacht te brengen. Dus jij bent heel goed in de after sales, zoals ze dat zeggen. Als er eenmaal een relatie loopt, Jennifer, dan hou jij die relatie up and running. Nou, even kijken. Peter zegt, iedereen aan de pikkelpers en fermenteren. Heel goed. Peter heeft namelijk een missie en dat betekent dat iedereen van binnen ook gezond moet zijn. Dus dat is zijn achterliggende why. Corine zegt, dat deed ik altijd al. Dus Corine is ook heel goed door mensen aan te spreken op hun pijnpunt. En dat is zeg maar even belangrijk voor degenen die het hier moeilijk vinden. Nou, als je vraagt waar je de ander mee kan helpen, dan uiteindelijk komt dat gesprek op gang. Als de ander de mogelijkheid en de kans krijgt om ook nee te zeggen, is ook helemaal prima. Als jij maar open staat voor het gesprek, want als je goede vragen gaat stellen,
krijg je namelijk goede antwoorden. Het kan ook zijn dat je iets aanbiedt wat niet past bij de klant. Of je niet bewust bent. Hè? Jij zit namelijk in je eigen cocon en jij denkt namelijk dat iets de oplossing is. En als iets niet de oplossing is voor die klant, omdat je de pijn niet goed hebt omschreven of het verlangen niet goed hebt omschreven, is het super interessant om te horen in de taal van de klant wat diegene wel nodig heeft. Dus vandaar dat dat verbinden en dat gesprek voeren zo super belangrijk is. En dat mensen nee mogen zeggen, dat het ook belangrijk is. Want mensen, als je nee zegt, dan heb je eigenlijk al ja gezegd. Bedenk even, nee zeggen letterlijk betekent nee op jou op dit moment voorstel. En dan, als je nee te horen krijgt, heb je namelijk een tegenvraag te stellen. Waar kan ik je wel mee helpen? Het is namelijk een mooi haakje om uiteindelijk dat gesprek aan te gaan. En je hoeft niks aan te smeren. Daar heb ik het niet over. We zijn geen autoverkopers. Nou, ik misschien wel. Nee hoor, grapje. We zijn geen autoverkopers. We zijn geen, zeg maar even, platte verkopers. We willen namelijk iemand intrinsiek helpen met zijn bedrijf. In ieder geval, laat ik spreken voor mezelf. Ik wil iemand intrinsiek helpen met zijn bedrijf. Jij hebt waarschijnlijk je eigen waai. Dus jullie willen, maar ook intrinsiek, eerlijk, open, transparant iemand verder helpen. En dat als je dat kan laten zien, als dat zeg maar eventjes de insteek is, dan is het toch gewoon een hele mooie open vraag om te vragen of je zeg maar de ander kan helpen. En dan is het toch ook gewoon een gesprek. Het is gewoon communicatie. En als je dan uiteindelijk je storytelling laat zien, waar jij vandaan komt, hoe jij dat pad hebt gelopen, dan begrijpt die klant ook waarom jij doet wat je doet. En dat is waarom die dan met jou gaat connecten. En dat hele why gebeuren, dat storytelling waar we het in de eerste week over hebben gehad, dat hoort heel erg vast aan je sales. En sales betekent dus gewoon informeren, communiceren, vragen, verbinden, aardig zijn, koffie drinken, het gesprek aangaan met de klant. Vragen. Wat zijn zijn needs? Wat heeft hij nodig om door te gaan? Dat is eigenlijk sales. Sales betekent niet iets in je strot stoppen. Want dat gaat niet werken. Daar zeggen mensen nee tegen. En vooral op dit moment, want mensen zijn zo transparant, kunnen alles vinden. Jongens, alles, alle informatie, ook wat ik hier vertel. Jullie hoeven hier helemaal niet naar mij te kijken. Alles wat ik vertel is namelijk op internet vindbaar. Alleen, het is de manier waarop ik ermee omga, hoe ik zeg maar even in het bedrijf sta, hoe ik zeg maar voor jullie nu mijn ervaringen deel. Dat is waarom zeg maar de klant dus ook de ervaring van jou wil hebben en met jou in zee wil gaan. Dat is dus sales. De vraag is dus, als ik dit zo omschrijf als sales, waar laat jij omzet liggen? Want dat is natuurlijk ook de vraag. Waar laat jij omzet liggen? Superbelangrijke vraag. Nou, Tanja, laat het even weten. Volgens mij laat jij al omzet liggen om gewoon een gesprek met een mens aan te gaan. Om te verbinden. En ik ken Tanja langer dan vandaag. Want vanavond hebben we weer een, zeg maar eventjes, een meeting via Zoom. En Tanja, volgens mij vond jij het zo belangrijk om het gesprek met iemand aan te gaan. Om hem inderdaad vanaf ver te voelen waar hij vandaan kwam. En uiteindelijk doe je dat niet. Dus eigenlijk zeg je iets tegenstrijdigs tegen elkaar. Wauw, die is niet zo leuk. Dat begrijp ik ook wel, maar ik wil je wel even wakker maken. Ik wil je even wakker maken over dat jij graag met iemand een gesprek aan wil. Maar uiteindelijk wil je niet verbinden. Want je wil niet vragen om de opdracht. En je wil die klant eigenlijk niet helpen met jouw mooie tekeningen en jouw mooie prints. Dus eigenlijk, Tanja, ben je heel egoïstisch. Want je houdt al die tekeningen, hou je voor jezelf. En dit is even de lollige kant. Hè? Als je er zo naar kijkt, Tanja, ben je gewoon een hele egoïstische vrouw. Jij houdt al die mooie dingen voor jezelf. Als je er zo naar kijkt, hoe grappig is dat dan?
dat je wel het gesprek met je klant aangaat. En dat jij dus jouw mooie tekeningen gaat delen met de klant, zodat ze er blijer en gelukkiger van worden. Als dat het uitgangspunt is, hoe vet is dat dan? Dat jij wel die verbinding kan maken met de klant. Alleen al vanuit die gedachte. Volgens mij is dat een hele simpele dus manier om te draaien, hè, om te denken, om wel verbinding te vragen. Dus daar laat jij dus omzet liggen, Tanja. En Peter, waar laat jij omzet liggen? En Corine, waar laat je omzet liggen? En Jeroen Wiese, waar laat je omzet liggen? En Jennifer, waar laat jij omzet liggen? Ben je daar bewust van? Wat doe je dan niet? En daar kan je een stap zetten. Als je dan ook naar je diensten kijkt, dat is natuurlijk ook een onderdeel van je sales. Want als je uiteindelijk iets gaat aanbieden, heb ik het net al een paar keer en van de week ook al gezegd, hoe is je productenpyramide? Jij bent nu 1-op-1 vaak bezig. Wat kan je nog meer aanbieden? En ik kan voor jullie allemaal zoiets opnoemen wat je kan aanbieden. Tanja kan gewoon behang aanbieden. Doe het yourself, plak het op de muur. Graag, Tanja. Ik ben aan het verbouwen. Ik had graag nu een rol behang van je gehad, maar ik heb hem niet. Ja? Dan had ik niet het dure product gehad, maar had ik wel jouw behang gehad met jouw print. Dat had ik graag gehad. Dus, en nu kan ik hem niet kopen, want je hebt hem niet gemaakt. Dus dat is een mispoes. Hè? Dus kijk dus naar de productenpyramide. Heb je een duur product? Wat is een goedkopere vertaling daarvan? En wat is nog een goedkopere vertaling daarvan? En hoe kunnen mensen dus een ruikenproef voelen met jou? Zo is, zeg maar even, de opbouw van je product. Zo is hoe je aan de slag gaat. En nu, als iemand dus niet 1-op-1 met je wil in deze crisistijd, wat logisch is, dan heb je wel die andere dingen nog. Dan kan je toch nog die klant bedienen met zijn verlangen of zijn pijn. Dus zo werkt het. Als je dat niet hebt, ga dus nadenken hoe jij jouw 1-op-1 product kan vertalen naar een online product, naar een do-it-yourself. Jij hebt de klant, dat ben je aan de klant verplicht om hem te helpen. Hij heeft een verlangen of hij heeft een pijn en dat wil hij ook nu oplossen. En juist nu, want online is booming, jongens. Wij krijgen de ene vraag naar de andere vraag binnen van klanten die juist nu hun website willen maken, nu hun online producten op willen zetten en nu die hele online marketing trein willen aanzetten, maar het technisch niet kunnen. En dan helpen Daisy en ik, zeg maar even, op dit moment die klanten. Het is ongelooflijk hoeveel mensen eindelijk, zou ik zeggen, wakker zijn geworden om dit te gaan doen. En als je dus nu geen actie neemt, dan ben je dus geen CEO van je eigen bedrijf. Want dan vertoon je op dit moment heel flauw nog steeds geen leiderschapkwaliteit. En dat is wel wat we nodig hebben. Want als je dat niet doet, dan blijf je een hobby. En dan ben ik heel onaardig hier, maar het is de bedoeling dat jij namelijk echt op dit moment die stappen gaat nemen. En dit is een trap onder je kont die niet aardig is, weet ik, maar jij hebt hem wel nodig. Dus ga jij het doen? Ik kijk jullie even aan. Ga jullie het doen? Ik kijk jullie ook even aan. Ja, dus je hebt een trap onder je dikke kont nodig. Ga die keuzes maken. Ga nou eens serieus kijken. En de dames die nu kijken, die ik vanavond ook zie, zeg maar even in de Zoom, daar wil ik echt een plan hebben. Wat gaan jullie online verder opzetten? Hoe gaan jullie dat aankomende maanden verder uitwerken? Ik wil data hebben. Ik wil echt dat jullie gewoon keihard doorgassen. Je bent niet voor niks bij mij in de business coaching. Dus ik ga het jullie heel moeilijk maken vanavond. Dus reken daar maar vast op. Ja? Even kijken. Ik ga verder even kijken naar de vragen die ik heb opgesteld. Oh, Jezus, het is alweer 10:55. Het is niet normaal. Ik zit ook maar te kletsen, ook ongelooflijk. Om sales te doen, ik ga er nog een paar tips, zeg maar, even geven. Kijk dus naar je productenopbouw en kijk ook naar de prijsopbouw. Want dat is superbelangrijk. Je hebt nu natuurlijk die klanten te, zeg maar, eventjes prikkelen om juist nu natuurlijk te kopen. En ga ook opschrijven bijvoorbeeld, wie zijn jouw top 10 klanten? Als je een top 10 klantenlijst maakt, dan kan je namelijk die klanten nog een keer iets verkopen. Dat is altijd mijn, zeg maar even, gouden regel. Eenmaal klant,
altijd klant. Ja, dat betekent dat je steeds iets nieuws voor die klant verzint, zodat hij bij jou, zeg maar eventjes, blijft. En dat jij hem elke keer wat nieuws zou kunnen aanbieden. En dus dat heet even in mijn taal nu een upsell. Dus elke keer verkoop ik die klant iets nieuws. En ik vraag of ik die klant kan helpen op een ander vlak. En hij mag meer nee zeggen. Maar vaak zegt hij ja, omdat hij al een keer bij mij heeft gekocht. En omdat hij weet wie ik ben. En hij weet dat ik integer ben. Dus vaak blijft die klant dan ook bij me. Als ik kijk bijvoorbeeld naar Fashion Solution, dan had ik klanten 21 jaar. 21 jaar. Dat is bizar lang. He, dus kan je nagaan wat ik doe, zeg maar even, om constant met die klant in contact te blijven, te vragen hoe het met hem gaat, te vragen wat hij nodig heeft, en dan komt hij weer terug. En zo verandert ook dus constant, zeg maar even, je aanbod, je prijs, en zo kan ook je businessmodel veranderen. Want als ik kijk naar Fashion Solution, hadden wij altijd eerst een no cure no pay model. Uiteindelijk was dat na 18 jaar niet meer haalbaar, hè, want zo werkte het gewoon niet meer. Klanten gingen op een andere manier aan de slag, maar wij kregen ook niet wat we willen. En uiteindelijk, na die 18 jaar, hebben we er een totaal ander businessmodel aan gehangen. En daar zat, zeg maar, een model aan dat we van een gratis model naar een betaald model gingen. De klant moest binnen, hè, vanaf dag 1 betalen. Terwijl we eerst altijd een heel traject helemaal gratis deden. En pas als we succesvol waren, ging de klant betalen. Dat no cure no pay traject werkte niet meer voor ons. En uiteindelijk hebben we dat langs de kant geschoven. En hebben we een nieuw businessmodel gemaakt. En dat kan alleen omdat je steeds die upsell doet. Omdat je dus in constant gesprek blijft met de klant. Dus ga een top 10 maken van je klanten. Schrijf op of je ze nog iets kan verkopen. En als dat niet zo is, dan kan je ze ook nog vragen of zij mensen weten waar jij, zeg maar even, je diensten of je product zou kunnen verkopen. En uiteindelijk kan je ze bijvoorbeeld iets anders aanbieden. Dus ga nadenken hoe je je huidige klanten kan inzetten, dus om uiteindelijk de sales voor jou te doen. Dat is eigenlijk altijd mijn truc. Dus ik ga morgen wel verder over sales en winst, want ik heb daar eigenlijk nog heel veel over te vertellen, want ik heb hier nog 10 vragen staan. En ik wil dit niet gaan afraffelen, want ik denk dat dit super waardevol voor je is om hier uiteindelijk mee aan de slag te gaan. Jij bent de CEO van je bedrijf. Ga vandaag kijken waar jij strategisch dus die keuzes kan maken, waar je kan, zeg maar even, dingen kan skippen, waar je juist nu zou moeten investeren om, zeg maar, op de langere termijn zeg maar even zichtbaar te zijn en meer klanten te krijgen. Ga aan je website werken, ga aan je analytics werken, aan je SEO werken. Wil je dat zelf doen? Ook daar staat, zeg maar, een online training van op mijn website. Ga naar masteryourbusinessmoves.nl en ga anders, koop daar de training online, SEO en analytics. Ja, die zijn daar allemaal verkrijgbaar. Je kan dat allemaal zelf doen. Miss E-commerce heeft die gemaakt en ze neemt jou mee, zeg maar even, door die training. Is echt de specialist daarop. Wil je meer weten dus van die strategie en planning, koop die training. Het is een hele uitgebreide training, dus ga dat alsjeblieft doen. Ga strategische keuzes maken als CEO van jouw business. Dat wil ik je meegeven. Ik hoop dat je weer genoeg inspiratie hebt gehad, dat je genoeg input hebt om vandaag en van de week mee aan de slag te gaan. Ga keuzes maken, wees straight met jezelf, wees ook heel duidelijk waar je het echt laat liggen, want ik denk dat daar een heel groot punt ligt. Ik zie de meiden, even Jennifer en Tanja, zie ik vanavond om 8:00. Ik heb vandaag vrijgenomen, jongens, mijn moeder is jarig, ik ga daar dadelijk appeltaart brengen en ik ga vanavond lekker met haar eten. We houden 1,5 meter afstand en we gaan genieten. Dus ik heb vandaag vrij. Ik ga niet werken. Dat is niet helemaal waar. Want uiteindelijk ga ik met haar wat filmpjes opnemen. Zij is yoga-docente. En ik ga haar in de markt zetten als yoga-docente voor 55 plus klanten. Dus super leuk. Dank je. Gefeliciteerd. Dankjewel.
We gaan genieten. Ik ga je wel even meenemen vandaag wat ik ga doen met mijn moeder. Maar we gaan ook video's opnemen voor haar. Zodat we dat haar technieken bij de oudere klant kunnen binnenbrengen. Zo leuk is dat we zo uniek is zijn. Dankjewel voor het kijken. Ik vond het weer super. Ik heb een heerlijke ochtend gehad. We zijn weer een uur verder. Ik hoop dat je up en running bent. En ik zie je morgen. Gaan we het verder hebben over sales en winst. Yes? Ciao, ciao!